En welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een nieuwe telefoon gekregen. Hij zat in mijn kluis en dat wist ik helemaal niet. Ik laat even de telefoon zien. Welke telefoon het is. Welk AVI het is. Nou, ik weet niet of het AVI is, maar maakt het ook niet uit. En een hoesje. En hoe die er dan uitziet als ik het eromheen doe. Nou, ten eerste heb ik een iPhone. Deze iPhone heb ik gekregen. Eerst had ik een Samsung en ik wou zo graag een iPhone. Ik dacht, ik krijg hem gewoon. Zo gaat hij aan. Dit is C en dan schrijf je hem zo. En dan kan je code doen. Maar ik ga jullie natuurlijk mijn code niet vertellen. Sorry, maar ik vind het gewoon niet normaal. Ik kan de hele wereld zien welke code ik heb. Maar ik heb tenminste een iPhone. Nou, ik laat even zien welke iPhone het is. Nou, het is een iPhone. Volgens mij, even kijken hoor. Ik heb een iPhone 4S. Heel erg leuk. En even kijken. Als je daarop drukt, gaat hij heel langzaam. En als je boven drukt, gaat hij heel snel aan. Dus dat is wel handig. Nou. Ik leg deze even aan de kant. En dan ga ik eerst het hoesje laten zien. Dan, dan ga ik ze allebei laten zien. De voorkant en de achterkant ervan. En dan ga ik het eromheen. Dit is het hoesje. Hij is roze. Zo ziet hij er van de achterkant uit. Dat is hoe je telefoon eruit ziet. Nou, ik heb nog geen ander hoesje. Want ik heb hem vandaag gekregen. Dus ik heb nog geen ander hoesje. Dit is gewoon voor heel eventjes. En dan ga ik hem... Dan ga ik een ander hoesje, iets duurder hoesje, ga ik dan kopen voor iets duurder. Mijn vader betaalt er dan de helft van. Nou, dan ga ik ze allebei van de voorkant. Dit is de voorkant van de iPhone. Dit is de voorkant van de hoesje, van het hoesje. En dit is de achterkant van mijn iPhone. Dit is de achterkant van het hoesje. Ja, nu ga ik het... allebei erop doen. Dus ik ga het even erin doen. Zo. Even erin doen. Nou, ik heb hem op elkaar gedaan. En dit is mijn telefoon. Dit is de voorkant. Sloop aan. En dit is de achterkant. En ja, hier ga ik voortaan dan mee filmen. En ja, dat vind ik heel erg bijzonder. Want ik weet nog niet eens of ik kan filmen. Ik ga heel even kijken of ik kan filmen. Kan ik filmen? Ja, video. Ja, hier. Ik video jullie nu. Nou, hij staat nu weer voor op foto. Maar dan staat hij op rood, zeg maar. Ja, ik vind het heel erg leuk. En ik heb ook wat fotootjes gemaakt. Ik zal het even laten zien. Ik heb deze gemaakt bij mijn oma thuis. Dit is de kat van mijn oma. TV. Deze hebben wij. Wij wouden deze kopen. Omdat ik het vooral heel erg schattig en net zo zacht als dit vond. Deze. Er staat. I love you to the moon and back. Dat betekent ik hou van jou naar de maan en terug. Ik vind het een heel erg leuk tekstje op een mok. En dit ben ik. In Xenos. Dit was iets wat wij bijna wouden gaan kopen, maar toen was het toch te duur. En deze stoel, die hadden wij vroeger. En die... Nou, die hadden wij niet per se vroeger, maar die had mijn opa vroeger. En die deed hem toen naar ons en wij deden hem toen ook weg. Dus we hadden maar een dagje. Maar deze stoel voelde ik gewoon heel erg mooi. En ik wou er gewoon een foto van maken, want ik wist niet waarom. Maar ik vond hem gewoon mooi. Dus ik... Ja, dat was mijn eerste foto. Dan ga ik even naar nog iets. En dat moeten jullie echt zien. Ik heb Grumpy Cat. Ik weet niet of jullie Grumpy Cat kennen. Maar dat is een Grumpy Cat. Dat is een hele beroemde kat. En ik heb ook Color Switch. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is een rondje. Die gaat steeds overal doorheen. Met verschillende dingetjes. En op een iPhone kan je gewoon heel veel dingen doen. Alleen we wisten het gewoon nog niet. Want normaal ben ik gewend dat ik een Samsung heb. Nou, dat was dus mijn verhaal over mijn iPhone.
die ik dus heb gekregen. Dus jullie zullen mij niet te vaak meer zien met mijn andere telefoon. Dus ga ik van mijn selfie stick hier gebruik van maken. Dat vind ik heel erg raar. Nou, ik ga hem er even in doen. Yeah. Nou, dit is het dan. In het, als ik hem niet vasthoud. Dit is natuurlijk heel erg raar. Maar oké. Nou, dat was mijn video. Dus geef even een like omhoog. En nou, duimpjes. Doe er alsjeblieft 3000, tot ik wil meer volgers. Meer. Oké. Sorry, dat was een grapje. Nou, geen grapje, maar jullie vielen serieus. Hier zit iets plakkerigs op. Ah, doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Doei!